In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vrede zij u. Graag geef ik het woord aan de vicevoorzitter van uw kerkbestuur, de heer Jos Polman. Beste mensen, mede-parochianen. Ik hoop dat u mij goed kunt verstaan. Namens het bestuur van de Heilig Hartparochie heet ik u allen van harte welkom. Vandaag, op deze mooie dag, vieren wij de installatie van onze gewaardeerde pastoor Jacques Grubben tot pastoor van de nieuwe Heilig Hartparochie door monsieur Mutsaerts, hulbisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch. In het bijzonder heet ik welkom monsieur Mutsaerts en de burgemeesters van de gemeente Bokstel, de heer Mark Buys, en van de gemeente Haren, mevrouw Jeannette Zwijnenburg van der Vliet. Er zijn natuurlijk nog veel meer hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Bij deze u allen ook van harte welkom. Tevens een speciaal woord van welkom aan de familie van onze pastoor Jacques Grubben en natuurlijk alle overige genodigden en alle gewaardeerde medeparochianen die hier aanwezig zijn. En last but not least, een hartelijk welkom aan het klarinetensemble van de Gildebondsharmonie van Bokstel, het Wille Broddersgilde van Es en de delegaties van het Sint-Barbara en Sint-Joris-gilde van Bokstel en het gilde Sint-Antonius-Abt Liemde. Ik breng hier graag in herinnering Frans van Ewijk. Frans heeft zich jarenlang ingezet als penningmeester van de Verrijzenisparochie van Bokstel en is zeer nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van de fusie. Hij was de beoogde penningmeester in het bestuur van de nieuwe Heilig Hartparochie. Vorig jaar in de zomer is Frans helaas plotseling overleden. Zijn prettige persoonlijkheid, kennis en ervaring missen wij zeer. Vandaag, op deze prachtige, mooie, zonnige dag, 8 maart, is een bijzonder en vooral vreugdevolle dag. De installatie van onze pastoor is eigenlijk de bevestiging van heel veel werk en inzet van zoveel vrijwilligers die zorg hebben gedragen voor het tot stand komen van deze fusie. Zeg maar de samenwerking tussen de parochies Bokstel, Es, Lennesheuvel en Liemde. Wij zijn nu ruim 2 maanden bezig en je zult nog niet zoveel van de fusie hebben gemerkt. Dat blijft ook zo. Laat goed wat goed is en maak beter wat aandacht nodig heeft. Onze nieuwe parochie, de Heilig Hartparochie, is een parochie met een hart. Een groot hart waar iedereen, jong, oud, arm en rijk en noem maar op, van harte welkom is. Wij willen samen bouwen aan een levendige, vitale parochie waarin mensen zich thuis en geborgen voelen. Waar ruimte is voor ideeën, waar ieder mens centraal staat en even belangrijk is. Elke mens is daarbij van onschatbare waarde. Samen moeten wij de schouders eronder zetten, ondernemen, de handen vouwen, maar ook de handen uit de mouwen steken. Mensen erbij betrekken en de deur wagenwijd openzetten voor iedereen, zodat mensen zich gelukkig
en thuis voelen in onze mooie Heilig Hartparochie. Ik dank u wel. Dankjewel, Jos, voor deze inspirerende woorden. Ik ben blij dat u met zoveel gekomen bent. En ik kan natuurlijk heel veel gaan zeggen, maar dat ga ik niet doen. We willen vieren. Vieren omdat we de Heer in ons midden weten. Vieren omdat we gemeenschap met elkaar willen zijn. Vieren omdat we het hart van onze parochie zichtbare gestalte willen geven. Ik mag de kinderen en de begeleiders voor de kinderwoorddienst in de pastorie uitnodigen om naar voren te komen, om samen zich voor te bereiden op het vieren wat wij zo belangrijk vinden. En ik zal jullie ten teken het evangeliarium overhandigen. Geachte aanwezigen, geachte medeparochianen, het is voor mij een grote eer u namens de bisschop van 's-Hertogenbosch, monsieur Dr. Anders Hurkmans, de formele benoemingsbrief voor te lezen voor de installatie van onze pastoor Jacques Grubben tot pastoor van onze Heilige Hartparochie. Antonius Lambertus Maria Hurkmans, door de genade van God en de gunst van de apostolische stoel, bisschop van 's-Hertogenbosch. Aan onze geliefde broeder in Christus, de zeer eerwaarde Heer, Dr. Anders Jacobus Henricus Elisabeth Theresia Maria Grubben, priester van het bisdom van 's-Hertogenbosch. Vrede in de Heer. Bij deze benoem ik u in gevolge het gevoerde overleg overeenkomstig kanon 517 paragraaf 1 CIC met ingang van 1 januari 2015 tot pastoor, moderator van de Rooms-Katholieke Heilig Hartparochie, gevestigd te Bokstel. Ik draag u op om de gelovigen van de u toevertrouwde parochie te leiden en te helpen door hen het woord van God te verkondigen en de sacramenten toe te dienen. Daartoe verleen ik u hierbij tot aan herroeping de benodigde bevoegdheden. De kerkelijk voorgeschreven installatie tot pastoor, waarvan de parochianen tijdig op de hoogte moeten worden gebracht, kan geschieden volgens het hierbij gevoegd formulier. Mocht om de een of andere reden uw installatie eerst later dan de ingangsdatum van uw benoeming kunnen plaats hebben, dan zult u ondertussen de parochie als administrator parochialis besturen. Kanon 539-540 CIC. Gegeven te 's-Hertogenbosch onder onze handtekening en het zegel op 9 december 2014. Dr. Anders Antonius Lambertus Maria Hurkmans, bisschop van 's-Hertogenbosch. Broeder, mag ik u dan vragen de geloofsbelijdenis en de eed van trouw uit te spreken? Ik, Jacobus Henricus Elisabeth de Theresia Maria Grubben,
pastoor van de parochie Heilig Hart te Bokstel. Beloof, sub gravi, geheimhouding over alle zaken die mij als pastoor bekend worden, zo vaak als de bisschop zulks voorschrijft. Ik, Jacobus, Henricus, Elisabeth, Theresia, Maria, Grubben, beloof bij de aanvaarding van het ambt dat ik de communio met de katholieke kerk altijd zal bewaren, zowel in mijn woorden als mijn handelen. Met grote zorgvuldigheid en trouw zal ik de taken vervullen waartoe ik gehouden ben jegens de kerk, zowel de gehele als de particuliere kerk, waarin ik geroepen ben mijn dienstwerk volgens de voorschriften van het recht uit te oefenen. Bij de vervulling van mijn functie, die mij in de naam van de kerk is toevertrouwd, zal ik het geloofsgoed integraal bewaren, getrouw overdragen en uitleggen. Ik zal welke leerstellingen ook vermijden die hiermee in strijd zijn. De gemeenschappelijke discipline van de gehele kerk zal ik volgen en bevorderen, en de onderhouding van alle kerkelijke wetten handhaven, vooral die welke vervat zijn in het wetboek van kanoniek recht. Met christelijke gehoorzaamheid zal ik mij richten naar wat de gewijde herders als authentieke leraren en meesters van het geloof verklaren, of als bestuurders van de kerk bepalen. En ik zal de diocesane bisschoppen trouw behulpzaam zijn, opdat de apostolische activiteit uit te oefenen in naam en een opdracht van de kerk in de gemeenschap van de kerk verricht wordt. Zo helpen mij God en Gods heilige evangelie waar ik op mijn handen leg. Eveneens geloof ik met vast geloof alles wat vervat is in het geschreven of overgeleverd woord van God, en wat door de kerk, hetzij door een plechtig oordeel, hetzij door het gewoon en universeel leergezag, als van Gods wegen geopenbaard te geloven, voorgehouden wordt. Vast aanvaard ik ook en houd mij aan alle uitspraken en elke uitspraak afzonderlijk die met betrekking tot een leer over geloof of zeden door haar definitief worden gedaan. Bovendien aanvaard ik met religieuze volgzaamheid van wil en verstand de leerstellingen die hetzij de paus, hetzij het bisschoppencollege naar voren brengen, wanneer zij hun authentiek leergezag uitoefenen, ook al hebben zij niet de bedoeling deze bij definitieve act af te kondigen. Broeder, veel dank dat u dit ambt wilt aanvaarden. Het is geen makkelijke tijd, maar toch altijd nog een prachtig ambt. Want we staan ergens voor. En dat gaat door de tijden heen en dat draagt een gemeenschap. Dat gaan we samen vieren. We gaan de Eucharistie vieren. Doe dat met een oprecht hart. Beginnen we daarom met het gebed om vergeving. Broeders en zusters, in deze 40 dagen tijd roept God ons op om met hem te verzoenen, te zorgen dat we zijn genade niet te vergeefs ontvangen, blijden we daarom onze schuld. Heer, die onze toevlucht zijt, ons redt en ons bijstaat in iedere nood, ontferm u over ons. Christus, die de dood hebt vernietigd en door het evangelie het onvergankelijk leven deed aanlichten, ontferm u over ons. Heer, die in uw goedheid ons zondaars de weg wijst en met erbarmen aan ons denkt, ontferm u over ons. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
Laat ons bidden. Algoede God, opdat wij geen verkeerde wegen gaan, hebt u ons uw wet gegeven die ten leven leidt. Geef ons uw geest om in te zien dat het ware leven voortkomt uit het kruis. En dat uw Zoon door zijn sterven de hele wereld weer heeft opgericht. Hij die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen. Luisteren we dan naar het woord van God. De eerste lezing is uit het boek Exodus, het boek van de uittocht. In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen. Ik ben de Heer uw God, die u hebt weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Ge zult geen andere goden hebben ten koste van mij. Ge zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de hemel, beneden op aarde of in de wateren onder de aarde. Ge zult u voor hen niet ter aarde buigen en hun geen goddelijke eer bewijzen. Want ik, de Heer uw God, ik ben voor hen die mij haten een jaloerse God, die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen tot het derde en vierde geslacht. Maar voor hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden, een God die goedheid bewijst tot aan het duizendste geslacht. Ge zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig gebruiken, want de Heer laat hen die zijn naam lichtvaardig gebruiken niet ongestraft. Denk aan de Sabbat, die moet heilig voor u zijn. 6 dagen zult ge werken en alle arbeid verrichten. Maar de 7e dag is de Sabbat voor de Heer uw God. Dan moogt ge geen enkele arbeid verrichten. Gij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw dieren niet, zelfs niet de vreemdeling die bij u woont. In 6 dagen immers heeft de Heer de hemel, de aarde, de zee met al wat erin is gemaakt. Maar de 7e dag heeft hij gerust en zo de Sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt. Eer uw vader en uw moeder, dan zult ge lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt. Ge zult niet doden. Ge zult geen echtbreuk plegen. Ge zult niet stelen. Ge zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen. Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Ge zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort. Zo spreekt de Heer. Thank you.
De tweede lezing is uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, Joden eisen wonderen, Grieken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, is die Christus Gods kracht en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen en de zwakheid van God is sterker dan de mensen. Woord van de Heer. Zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Toen het paasfeest der Joden nabij was, ging Jezus op naar Jeruzalem. In de tempel trof hij de verkopers aan van runderen, schapen en duiven en ook de geldwisselaars die daar zaten. Hij maakte van touwen een geesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen. Het kleingeld van de wisselaars veegde hij van de tafels en wierp die omver. En tot de duivenhandelaars zei hij: weg met dit alles, maak van het huis van mijn vader geen markthal. Zijn leerlingen herinneren zich dat er geschreven staat: de ijver voor uw huis zal mij verteren. De Joden richtten zich tot hem met de woorden: wat voor teken kunt gij ons laten zien dat gij dit doen moogt? Waarop Jezus hun antwoordde: breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. Maar de Joden merkten op: 46 jaar is aan deze tempel gebouwd. Zult gij hem dan in 3 dagen doen herrijzen? Maar Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan ook verrezen was uit de doden, herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had. En zij geloofden in de schrift en in het woord dat Jezus gesproken had. Terwijl hij bij gelegenheid van het paasfeest in Jeruzalem was, begonnen er velen in zijn naam te geloven, bij het zien van de tekenen die hij deed. Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen in hen, omdat hij allen kende. Hij wist wat er in de mens stak,
En daarom was het niet nodig dat iemand hem over de mens inlichtte. Zo spreekt de Heer. Broeders en zusters, u weet, we zijn als katholieken destijds enorm verwend geraakt. De tijd van het Rijk-Roomse leven, alles en iedereen was katholiek. Ziekenhuizen, scholen, ze hadden allemaal katholieke namen. Zelfs sportverenigingen, denk maar aan RKSV Bokstel, een stukje verderop RKSV Oosterwijk, nou ja, noem maar op. De westerse mens in zijn algemeenheid is verwend, denk ik. Het is crisis, althans, dat hoor ik toch. Maar eerlijk gezegd, we hebben het nog steeds goed. We hebben luxe. Het is heel normaal dat er water uit de kraan komt. We worden zelfs boos als een keer de stroom uitvalt. Ik ken een missionaris uit Colombia. Ik had hem van de week toevallig aan de lijn. Daar juichen ze als de stroom er een keer wel is. Ook als gelovigen zijn we, denk ik, erg verwend geraakt in de loop der tijden destijds. De zondagsplicht, die was vroeger niet zo moeilijk na te komen. Je had 3 missen op de zondagochtend, de kerk was om de hoek. Als je ziek was, de pastoor die hoorde dat altijd wel op een of andere manier en kwam spontaan aan huis. Er werd best veel van gelovigen gevraagd, het is waar. Maar het werd je aangeboden op alle tijden en plaatsen. Het was overal om je heen. Van de gelovigen anno 2015 wordt echter meer gevraagd. Als je zondags naar de mis wilt, zullen sommigen in ons bisdom er meer voor over moeten hebben. Ander kerkgebouw, ander tijdstip dan je gewend was. En als je echt als katholiek wilt leven, het is geen vanzelfsprekendheid meer. Je zult er meer en meer voor moeten doen, het meer en meer zelf ook op zoek gaan. Op zoek gaan naar de inhoud, op zoek gaan naar mensen die je erin steunen. Er wordt meer inzet gevraagd, er wordt meer toewijding gevraagd. De parochie van de toekomst kan alleen nog maar bestaan uit toegewijde mensen. Anders zal ze niet meer bestaan en niet overleven. De tijd van de servicekerk, ja, die is voorbij. We kunnen het ons niet meer permitteren. Vraag niet wat de kerk voor service aan u kan bieden, maar welke bijdrage u aan de geloofsgemeenschap kunt bieden. De reorganisatie van ons bisdom, en niet alleen ons bisdom, maar alle bisdommen, die doet een beroep op uw toewijding, op uw motivatie, maar ook van u. Zijn we voldoende gemotiveerd? Waar zit onze motivatie? Gaat het om God, om Christus? Willen we hem ontmoeten in de Eucharistie? Willen we hem echt navolgen? Als dat niet centraal staat, als we niet meer bezig zijn met die vragen, nee, dan zullen we als geloofsgemeenschap niet overleven. De reorganisatie wil ook een denkproces op gang brengen. Wie is Christus? Wat betekent hij voor mij persoonlijk? Laat ik me iets zeggen door het evangelie. De voorbereiding van de fusie van uw parochie, die was, zoals overal, en dat is begrijpelijk, moeizaam. Want je bent zo vertrouwd met wat er was en dingen veranderen. Maar het is zover gekomen en daar ben ik blij om. Namens de bisschop wil ik in de eerste plaats al diegenen bedanken die zich voor deze fusie sterk hebben gemaakt. Degenen die inzien dat er veranderingen en aanpassingen nodig zijn. En die er zich ook persoonlijk voor hebben ingezet. Ik denk aan het pastorale team. Ik denk ook aan de bestuursleden. De oude, de nieuwe. Ik denk aan de vrijwilligers die voorbereidend werk hebben gedaan in werkgroepen en commissies. Ik denk vooral ook, die vergeten we nog alles, aan de trouwe kerkgangers. Want zonder hen is er helemaal geen kerkgemeenschap. Zij zijn het die de gemeenschap dragen door hun gebed. U hebt allerlei obstakels ontmoet, zo gaat dat. En ik dank u dat u het volgehouden hebt en u uw tanden erin gezet hebt. Aan degene die
grote twijfels hadden bij dit project, zou ik willen zeggen, blijf opbouwend en constructief. Blijf positief meedenken. Blijf met toewijding aan de Heer bouwen, aan de parochie. Er zal geduld betracht moeten worden. En ik besef ook terdege dat zo'n fusie een historische stap is. Want de rijke geschiedenissen van de oude parochies met de vele mooie en kleine kerken die al soms al eeuwen bestaan en waarin al eeuwen gebeden is, die maakt de fusie tot een kwetsbaar en ook spannend en moeilijk proces. En toch, we moeten niet een fusiejasje aandoen en verder zoveel mogelijk bij het oude laten. Dat is geen optie. Dan snijden we de toekomst af. Dan blijven de tendensen, ja, dalend. En ik wens u iets beters. Ook Boksel, Liemte S, Lennesheuvel, die ontkomen niet aan de tendens die zich voordoet in ons bisdom en in ons land en ook over de grenzen. En we hopen met deze nieuwe parochie een stap te hebben gezet waarop we op een verantwoorde wijze kunnen bouwen aan de toekomst. Want daar gaat het om komende generaties en de toekomst van het kerkelijk leven. En dat is zo nodig, want ik merk het, daar waar het geloof verdampt, ja, dan wordt het steeds meer ieder voor zich. Daar waar het geloof verdampt, verdampen ook van die typische christelijke waarden, barmhartigheid, zorg voor elkaar. En is er ook geen heldere koers meer in een leven dat toch al ingewikkeld genoeg is. Er is denk ik niets ergers dan een zieloze samenleving. En dat kunnen we komende generaties, uw kinderen en kleinkinderen, toch niet aandoen. Er wordt van ons allen bezieling gevraagd, toewijding, nogmaals. We vragen niet het onmogelijke. Dat zegt het al, dat is niet mogelijk. Wel het mogelijke. En dat is ook heel wat. We vragen van niemand alles. We vragen wel van iedereen iets. Laat ieder zijn of haar verantwoordelijkheid nemen. Zijn talenten die iedereen heeft benutten. En laat, gaan we daarbij niet op de stoel van een ander zitten. En leer ook te leven met grenzen en onmogelijkheden. En pas je binnen de mogelijkheden aan en beperkingen aan die er zijn. Werk met gevoel, want er is sprake van emotie bij zo'n proces. En dat is begrijpelijk en gelukkig maar. Want als er dat er niet was, dan zou het haast zijn alsof men onverschillig was. Dat is nog het ergste. Werk met gevoel, maar laat ook het verstand meewerken bij beslissingen die genomen moeten worden. En handel vooral vanuit het geloof, vanuit het evangelie. En weet dat het kan. En dat meen ik echt, weet dat het kan. Bouwen aan een toekomst. Dat kan alleen als u er samen voor gaat. Er werd al gezegd, het beleidsplan heet geloven in groei, groeien in geloof. Geloven in groei, dat is nodig. En groeien in geloof, ook dat is nodig. U weet, we zitten in de vaste tijd. Jezus begon zijn missie in de woestijn. Daar waar moeilijkheden in overvloed zijn. Die hebben wij ook. Maar betrek hem erbij. Kom bij hem uit. Het is plezierig als een parochie goed georganiseerd is en de sfeer goed is. Maar onze paus Franciscus zal zeggen, die organisatie die is niet zo belangrijk. Die moet er zijn, zeker. Maar vooral die boodschap van Jezus Christus, beleef die. Vooral in deze tijd, in de vaste tijd, als we straks de Goede Week hebben. Daar komt alles bijeen van het lijden, maar ook het sterven en de verrijzenis en de vreugde. Beleef die boodschap in verbondenheid met die kerk die een wereldkerk is. Met onze bisschop en met onze paus. Nogmaals, we zitten in de 40 dagen tijd. Een tijd van versobering om ons op het wezenlijke te richten. Juist door je iets te ontzeggen in de vaste, dat maakt je geestelijk sterker. We horen het vandaag, Jezus reinigde de tempel en deed er van alles uit wat erin geslopen was, wat er niet thuis hoorde. Zo mochten wij ook onze tempel, onze innerlijk reinigen om te kunnen komen en ons te kunnen richten om waar het werkelijk om gaat. Om het zielenheil van de parochianen. Uiteindelijk draait daar alles om, het zielenheil. Niks meer, wat moet er meer zijn trouwens, maar ook niks minder. Dat is ook het enige waar Jezus uiteindelijk om bekommerd is. Het enige waar onze paus om bekommerd is uiteindelijk. In de vaste wil ons zeggen iets om er geestelijk sterker van te worden.
En zo zult u ook bij die veranderingen uw een en ander moeten ontzeggen om er samen sterker als nieuwe parochie uit te komen. En dat kan. Het is niet meer voldoende om te doen wat altijd gedaan is. Sommige dingen die moeten we loslaten. Het is niet anders. Nieuwe initiatieven, hoe moeilijk ook, die zijn nodig, die zijn welkom. De wereld die verandert. Het geloof daarentegen niet als een vast baken, maar wel de manier waarop we het moeten verkondigen en bij de mensen brengen. En de manieren waarop we de moderne mensen moeten aanspreken en de vormen waarin we dat beleven. En dat vraagt inventiviteit. Dat is trouwens ook wat het concilie bedoelde met aggiornamento en nieuwe evangelisatie. Beste mensen, ik ben niet somber over de toekomst. Ik weet het, hoe de tendensen zijn, maar die ups en downs die hebben we altijd gehad. Als je kijkt naar de geschiedenis van de kerk, zijn er diverse momenten geweest waarop je dacht, binnenkort is het waarschijnlijk afgelopen. En uiteindelijk liep het altijd anders. Ik weet ook dat er hier toegewijde mensen zijn. En neem elkaar mee. Kijk niet naar wat u had en wat wellicht teloor is gegaan, maar wat u samen kunt opbouwen voor komende generaties. Niks doen, dat is geen keuze. Dan valt er straks niks meer te kiezen. Maar u hebt een keuze gemaakt. Hoewel u wellicht zult zeggen, met zo'n plan hebben we niet veel keuze. Maar toch, ik ben er u dankbaar voor en zeg proficiat. En ik meen het, proficere, het mag u goed gaan. Ik feliciteer u met uw nieuwe parochie, met uw herders, met pastoor Grubbe, met zijn pastorale team. En de pastorale team feliciteer ik met een toegewijde geloofsgemeenschap. Uw herders hebben zorg voor u mag dat weten, ik weet dat. En ik hoop dat u ook zorg voor hen hebt, want voorwaar, het is geen eenvoudige taak in deze tijd. Dat zal het nooit geweest zijn, maar in onze tijd is het wel verdraaide ingewikkeld. Doe één ding, stel Christus centraal, of zoals ik het toen straks zal horen door uw vicevoorzitter, vouw de handen tot gebed, begin daarmee. Kom samen rond de zondagse Eucharistie en daarna steek de handen uit de mouwen, want er is werk genoeg te doen. Dan ontstaat er vanzelf een hartelijke sfeer. Een sfeer die uitstraalt waar mensen graag bij willen horen. Waar mensen bouwen aan een toekomst. Nogmaals, proficiat, vrede en alle goeds. Laten we dan gaan staan. Laten we ons geloof belijden in de drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, die Jezus Christus zijn enige. Richten we dan onze gebeden tot God. Met lege handen en hart vol vragen mogen wij voor God gaan staan in het vaste geloof dat Hij onze gebeden zal horen. Met lege handen en een hart vol vragen mogen wij voor God gaan staan in het vaste geloof dat Hij onze gebeden horen zal. Laat ons bidden dat onze wereld niet alleen beheerst wordt door de wetten van handel en economie. Dat mensen geen slaaf worden van hun werk. En dat niemand denkt dat geluk te koop is. En dat ook niemand Gods naam misbruikt voor eigen gelijk. Bidden we dat er een wereld komt naar Gods hart. Waar mensen zorg hebben voor elkaars welzijn. Laat ons bidden dat alle christenen steeds voor ogen houden dat samenkomen in de kerk ook vraagt om buiten de kerk scheidsmuren tussen mensen af te breken. Bidden we dat de kerk zich niet in zichzelf keert, maar met de boodschap van Gods liefde midden in de wereld durft te staan.
bidden we dat de 40 dagen tijd ook binnen onze parochie een vruchtbare tijd mag zijn van meer aandacht voor gebed en bezinning en van meer medeleven en hartelijkheid voor elkaar. Vooral voor hen die met hun ziekte, zorgen en verdriet alleen staan. En ook voor hen die via de vastenactie om onze steun vragen. Laat ons bidden en zingen. Bidden we voor de jongens en meisjes die worden gevormd, dat het geloof in Jezus een richtsnoer mag blijven op hun levenspad. Bidden we ook voor onze overledenen. Mogen zij delen in de vreugde van de Heer. Laat ons bidden en zingen. Laat ons ook bidden dat deze 40 dagen tijd een heilzame tijd mag zijn voor ons persoonlijk en voor allen die ons na aan het hart liggen. Laten we daarbij even in stilte bidden voor onze persoonlijke intenties. Goede God, Gij hebt ons uw Zoon gegeven. Hij, die is de weg, de waarheid en het leven. Toon ons die weg, Heer, en geef ons de moed, de kracht en sterkte om die weg te gaan. Leer ons uw waarheid kennen, Heer, dat we die gehoorzaam mogen aanvaarden. Dat we eens mogen delen in het leven, het eeuwig leven, waartoe Gij ons allen geroepen hebt. Hoor ons gebed, verhoor ons. We vragen het u door Christus, onze Heer. We zullen nu de altaartafel gereed gaan maken. U kunt zich daarbij aansluiten door uw gaven in de collecte. Hartelijk dank hiervoor.
Bid dan, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, laat u verzoenen door dit offer en geef dat wij, die vragen om vergiffenis van eigen zonden, ook aan anderen hun schuld weten te vergeven, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn, verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want gij gunt uw gelovigen de vreugde jaarlijks met een zuiver hart naar het paasfeest toe te gaan. Dit is een tijd van meer toeleg op het bidden, van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste. Een tijd van grotere trouw aan de sacramenten waarin wij zijn herboren. Zo groeien wij tot de volheid van de genade die gij uw kinderen hebt toegezegd. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zingen u toe met de woorden. Heer onze God, gij zijt heilig en goed en zo bekend met ons, dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult gij vergeten dankzij Jezus Christus uw Zoon, die gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij danken u dat hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken u dat hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat ze voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Want in de nacht dat hij zijn leven gaf, nam hij brood in zijn handen. Hij zegende u, hij brak het, gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Ook nam hij de beker, zegende u weer, gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Verkondigen het mysterie van het geloof.
Heer onze God. Zo gedenken wij hem die weet wat lijden is, die de dood heeft gezien, die gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt hoog boven alle namen. Jezus de Heer is hij die is en blijven zal uw rechterhand. En tot hij komt verkondigen wij hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. En wij bidden u, zend dan uw geest in ons die over deze aarde gaat. Maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid. Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood. En laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede. Breek het geweld in ons en breng ons thuis bij u uit kracht van hem, de mensenzoon, hier in ons midden. Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en geloof. Tezamen met de dienaar Franciscus onze paus, met Antonius onze bisschop, Robertus onze hulpbisschop en met alle bisschoppen. Samen met heel uw volk, met Maria altijd maagd, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam, maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede des Heren zij altijd met u. Met u. Wens elkaar de vrede. Oh.
Zalig zij die genodigd zijn aan het gastmaal des Heren. Zie dan hier, Christus zelf, het Lam van God dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waard dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Laat ons bidden. Heer, wij hebben een onderpand ontvangen van het geluk dat nog verborgen is. Je hebt ons reeds hier op aarde gevoed met brood uit de hemel. En wij bidden u ootmoedig. Mogen in ons daadwerkelijk worden vervuld wat we ondertekenen vieren door Christus onze Heer. Betreffende het vastenactieproject. De prachtige foto's in de vakantiefolders over Sri Lanka doen denken aan schoonheid, vrede en harmonie. Achter deze foto's gaat echter een schrijnende werkelijkheid schuil. Een jarenlange bloedige burgeroorlog tussen Tamils en Singalezen is pas sinds 2009 ten einde. Deze oorlog heeft diepe wonden geslagen tussen deze twee bevolkingsgroepen, welke nog niet zijn genezen. Het vastenactieproject van dit jaar gaat over Sri Lanka
en wel met name over het jongerenwerk van de Caritas-organisatie CETIC. Op het vastenactiebord achter in de kerk vindt u informatie over dit project en ook in het Brabants Centrum. Zo dadelijk zal onze secretaris Jo Kusters een en ander verder begeleiden. In die zin dat we willen zorgen dat alles netjes en duidelijk verloopt. Maar ook dat we kunnen laten zien dat wij die nieuwe gemeenschap zijn met God en met elkaar. Ik zie hier voor allerlei verschillend geklede misdienaars zitten. Dat drukt die eenheid in verscheidenheid. Die verscheidenheid in eenheid die wij met elkaar mogen zijn, met God mogen zijn, als een mooi uit. Dat mag de gemeenschap zijn met een hart. Een hart dat klopt. Het hart dat blijft kloppen. Laten we daar met z'n allen onze schouders onder zetten. En door te komen hebt u dat al gedaan. Ik ben daar zeer dankbaar voor. Ook namens mijn collega's, mijn broeders in het ambt. Heel, heel hartelijk dank. Maar voordat ik het gras van Jo zijn voeten weg ga maaien, geef ik jou het woord. Dankjewel, Chuck. Eigenlijk was het de bedoeling dat de Gildegroet eerst gaat plaatsvinden. Dus ik vraag het Gilde van Wille Broodes uit S om de Gildegroet te brengen aan onze pastoor Jacques Grubben. Hartelijk dank, Gilde Sint Wille Broeders uit S, voor deze gildegroet aan de bisschop en aan de pastoor. Wil ik nu vragen aan het Petruskoor om een slotlied te zingen en daarna gaan we verder. Het gezang en de klanken van het Sint Petruskoor van Bokstel. Misschien is het praktischer als ik eerst de zegen geef, want anders komt dat in het gedrang volgens mij. Ja. Beste mensen, proficiat met de nieuwe parochie. En ik wil nog eens benadrukken, weet dat er toekomst is. Aan de goede God zal het niet liggen. En als u toegewijd bent en u gaat er gezamenlijk voor, weet dat er toekomst is. En weet dat het nodig is. Nogmaals proficiat aan uw herderlijk team. Pastoor Grubbe aan zijn medeherders. Proficiat aan uzelf met de nieuwe parochie. En misschien mag ik u zo dadelijk nog begroeten. In ieder geval tot volgende week. En dan ben ik er weer bij het proficiat. Ook sluit maar even aan. Proficiat ook aan Corné. Zijn missienaar, die is vandaag jarig. Wordt 9 jaar. U mag hem straks ook feliciteren. Ja. Ja. Dan wens ik u graag van harte God zegen toe. En gaan we dan... Nu nog niet, maar naderhand, als we elkaar nog begroet hebben, heen onder de zegen van de goede God. De Heer zij met u. De naam des Heren zij gezegend van u af tot de eeuwigheid. Onze hulp is in de naam des Heren. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Zegen u allen dan de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat u alle heen in vrede. Wij danken. Thank you.
Dank u wel, Sint-Peterskoor van Bokstol. Ik wil iedereen danken voor de aanwezigheid hier in deze viering. Het was een hele ingetogen viering, een sobere viering, op nadrukkelijke wens van Jacques zelf, ook omdat het een 40 dagen tijd is. Ik wil heel graag Monseigneur Mutsaerts bedanken voor het feit dat hij hier naar Boksel afgereisd is en onze pastoor Jacques heeft willen installeren. Daar zijn we blij mee. Maar het moet ontegenzeggelijk ook voor hem een hele fijne gebeurtenis zijn geweest om onze pastoor Jacques te mogen installeren. Want we zijn er blij mee en we hebben een hele mooie, enthousiaste leider. Dit tweede gedeelte houden we kort, dames en heren. Maar voordat ik iets verder ga, wil ik eerst Jacques naar voren roepen om even bij me te komen staan. Want ik wil hem heel graag namens het bestuur, namens alle werkgroepen, ga ik ze nu opnoemen, en vooral ook namens de parochianen, een hartelijk feliciteren met zijn benoeming tot pastoor, de installatie tot pastoor vandaag in deze prachtige kerk. Maar vooral ook wens ik hem heel veel succes en sterkte toe met een zeer kritisch, maar wel hard werkend bestuur, geloof ik. En met heel veel vrijwilligers. Als u ze optelt, kom ik aan 481. Ik wens u daar heel veel succes mee en ik kan er graag mee feliciteren. Gemak geeft Jacques de bloemen maar meteen terug. Zijn ze weer maar in goede handen. Als Jacques even gaat zitten, zal het klarinettenkoor van de Gildebondsharmonie nog een mooie muzikale hulde te horen ten gehoor brengen voor Jacques. Dank u wel, klarinettenkoor van de Gildebondsharmonie uit Bokstol. Wacht deze muzikale hulde voor Jacques, zei ik. Wel eerwaarde heer pastoor, maar we zijn gewend Jacques te zeggen. Ik dank het Sint-Peterskoor en de dirigent, de organist Tommy van Doorn, het voltallige Wille Leubrode Schilder uit S, de burgemeester van Bokstol, Mark Buijs,
en mevrouw Jeanette Zwijnenburg voor de bezigheid. Ik dank de vertegenwoordiging van de andere gildes, Sint Barbara en Sint Joris uit Bokstol en Sint Antonius Abt uit Limde, de vertegenwoordigers dan. Ik dank de lectoren uit de vier kerkdorpen. Ik dank de begeleiders en organisatoren van de kindernevendienst. U zag ze straks weglopen en terugkomen. De missionaartjes uit de vier kerkdorpen. De vormelingen uit de vier kerkdorpen die zo meteen aan het werk gaan. Heel simpel hoor. De acolieten en de kosters. En alle bewilligers, dat is mijn één naam. Alle bewilligers die hebben bijgedragen tot deze prachtige, mooie viering. En deze vind ik zelf zo goed hebben voorbereid. Het liep helemaal gesmeerd. We gaan nu over tot een wat ander onderdeel. We hebben gesproken over de nieuwe parochie met veel elan en dergelijke. En daarvoor wil ik eigenlijk Jacques naar voren roepen om nou weer naast mij te komen staan. Het duurt niet zo lang allemaal hoor, maar ik kan dat wel volhouden denk ik. Maar ik vraag ook namens de contactgroepen uit elk kerkdorp naar voren. Mevrouw Ria van Beljouw van Bokstol. Mevrouw Desiree Timmermans uit S. De heer Christnik uit Lennisheuvel. En de heer Bens Melding uit Limde. Als ze hiernaast even willen komen staan, zou ik dat heel fijn vinden. Denk eens na over het nieuwe logo van de Heilig Hartparochie, was de vraag die ik in de aanloop van de fusie kreeg. En er werd nog toegevoegd, het moet ook passen bij het hart van de gemeenschap. Bij het hart van de gemeenschap, dat een belangrijk onderwerp is voor de nieuwe parochie. Al snel werd mijn aandacht getrokken door drie sleutelbegrippen in onze Rooms-Katholieke gemeenschap. Geloof, hoop en liefde. En er werd in contact gelegd met Alex van Son, die het logo zou moeten gaan ontwerpen. In een gepassioneerd gesprek over de plannen, lees ideeën ingebracht door betrokken parochianen op een avond eind januari 2014 in het Baan der Herencollege, kwam Alex en ik al snel tot de overeenstemming over de vormgeving en de kleurzetting van het nieuwe logo. Hierin is het kruis de uitdrukking van ons geloof in de vrijzes van de Heer. Het anker is het teken van de hoop op het eeuwig leven en het hart geeft ruimte aan verscheidenheid in eenheid van onze gemeenschap met God en elkaar. Het logo is eigentijds en past bij wat wij als bestuur samen met de parochianen willen uitdragen. Maar oordeelt u zelf. Was opgetekend door Jacques Grubben. Heb ik hem gevraagd. Ik ga nu vragen het logo te onthullen. Dan heb ik enige assistentie nodig en daarvoor heb ik Desiree gevraagd. Het zou allemaal goed moeten gaan, hè? Nou, dat duurde toch niet te lang, hè? Zometeen gaan we over, als Jacques langzaam weer terugbeweegt naar zijn plek. Gaan de priesters en met de bisschop gaan de kerk verlaten, gaan ze van voor naar achteren. Het geheel, de uittocht, wordt muzikaal weer begeleid door het ensemble van de Gildebondsharmonie.
Dank u wel, tot zover.